Hoi allemaal. Ik heb een artjournal pagina gemaakt, want ik ben enorm geïnspireerd geraakt door de Everything Circle Challenge van Birgit Koopsen. Die volg ik op Instagram. En gewoon enorm gave dingen me gezien. En dat allemaal met betrekking tot de cirkel. En ik doe persoonlijk niet mee om iedere dag iets te creëren met cirkels. Maar door eigenlijk gewoon al dat leuks voorbij te zien komen, had ik gisteren bij mijn artjournal pagina, ik wilde gewoon even iets leuks maken en snels, was ik toch geïntrigeerd geraakt door die cirkel. En toen heb ik deze pagina gemaakt. En ik heb die vandaag op social media losgelaten. En ik krijg er best wel wat vragen over. En ik dacht, laat ik gewoon eigenlijk jullie meenemen in het proces van het maken van deze pagina. En dat doe ik niet met een pagina zelf. Omdat dat best... Ik ben een langzame creabea persoon. En ik doe hier toch al heel gauw anderhalf uur over. Dus ik had geen zin om, of althans geen zin, ik denk niet dat er behoefte is aan een filmpje van anderhalf uur. Dus ik ga een tag maken. En eigenlijk gebruik ik wel alle elementjes van deze pagina. Dus het mooie bloemen elementje en de lampjes en gewoon de cirkels. En de achtergrond is gemaakt met Brucio, dus dat ga ik allemaal doen. Maar ik denk dat een tag gewoon sneller klaar is. Dus ik ga gewoon eigenlijk aan de slag. Je kan de tag met gesso voorbewerken. Zodat je tag meer beschermd is. En dat heb ik gewoon nu niet gedaan. En waarom weet ik eigenlijk niet. Het is meer eigenlijk dat ik vind dat de Brucio intenser qua kleur is. Op het moment dat... Dat ik geen gesso gebruik. En je hebt de clear gesso. Nou, dat is de oranje. Die moet ik niet hebben op dit moment. Je hebt de clear gesso. Maar ik vind het. Ik vind een gewone tag met Brucio gewoon fijner werken. En dat is ieder voor zich. Als je gewoon gewend bent om lekker gesso te gebruiken, vooral ook doen. Ja, en zoals je ziet, de Brucio gaat wel lekker zijn werk doen. En met name de turquoise in combinatie met, met deze Alizarin Crimson. Dat is gewoon echt mijn meest favoriete kleur. En ik ga gewoon eventjes een beetje begeleiden. Zoals je ziet, de combinatie turquoise met die Alizarin Crimson geeft ook een mooie paarse kleur. Waar ik nooit moe van word eigenlijk. En ik ben van de intense kleuren. Ik hou van bright en fel en gewoon de intense kleuren gebruiken. Met name ook best wel met wat water, dus... Met zo'n onbeschermde tag moet je toch wel een beetje uitkijken. En ik probeer hier en daar ook een beetje de kleuren te vermengen. En spelen met Brucio is nooit verkeerd. Ik blijf dat gewoon enorm leuk om te doen. Ik weet niet exact hoeveel kleuren, maar ze hebben echt wel behoorlijk wat kleuren. Waardoor je ook mooie kleurschakeringen kan creëren. En wat ik dan gewoon echt wel
heel erg gaaf vind met dat werken met water, is het feit, ik probeer een doekje te pakken, is dat het zo'n mooie kleurverloop heeft. En ik ben nooit in één keer klaar met Brucio. Hier zo onderin nog een beetje met oranje. Dus oranje moet je wel een beetje uitkijken. Zeker in combinatie met blauw. Dat kan, zoals ze dat noemen, modder creëren. En ja, modder is gewoon geen fijne kleur. Maar ik ben altijd daar erg avontuurlijk in. En ik heb altijd een doekje bij de hand. Om eventueel de overloop in kleuren ja, een beetje aan te sturen. Zo. Kijk, en ik gebruik best wel wat water, dus de tag wordt wat slapper daardoor ook. En wat ik gebruik is, ja, ik vind persoonlijk, dit is echt voor mij gewoon lekker een regenboog aan kleuren. Lekker fel, lekker intens, maar wat ik dan persoonlijk geweldig vind om daar nog soort van overheen te spelen. Sprinkelen, maar dat komt omdat ik hier sprinkle it. Ja, je maakt dat het gewoon eigenlijk een beetje een koperglansje gaat krijgen met deze. En met name omdat je, oh, dat is een beetje heel erg veel. Omdat het zulke intense kleuren heeft, maakt dat het die koper ook gewoon behoorlijk eruit knalt. En dan probeer ik hier dat een beetje... Ik probeer het wel een beetje nat te maken, zodat die kopergloed lekker overal komt. Zo. Nou, eigenlijk is als je met Brucio aan de slag gaat... En het opgedroogd, dat je het droogfeunt, dan heb je eigenlijk al het ergste, of het ergste, dan heb je al het meeste werk gedaan. En soms kun je ook wat met een kwastje opdeppen. Als het even allemaal te intens wordt. Ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt, maar soms heb je dat wel eens, dat het wat samen... vocht in een plasje en dat wil je ook niet. En dan ga ik jullie zo meteen, hoop ik jullie te laten zien wat die koper voor toevoeging is. Want ja, ik vind het persoonlijk wel echt heel gaaf. En nou probeer ik de tag dat hij niet heel erg om gaat krullen. Ja, dit vind ik het waanzinnige effect van Brucio. Ik heb ook Primary Elements en er zijn nog meer van die pigmentpoedertjes. Maar Brucio heeft gewoon echt lekkere intense kleuren. Oh. En dat maakt dat, ja, dat je voor lekker kan knallen met je werkje.
Zo. Het is altijd even een klusje die gebeuren moet, dat feunen. En als ik het, ik probeer het altijd zoveel mogelijk voor te bereiden dat er weinig gefeund moet worden. Maar ja, dit moet gewoon even voor de camera gebeuren. En dan hoop ik dat jullie een beetje dat effect meekrijgen van die kopergloed. En ik kan hier echt heel goed meekijken. Hier zo. Ik hoop dat jullie het zo meekrijgen. Hop. Ja, ik vind Brusio heeft kopergoud, parelmoer. En ze hebben nog wat van die, echt van die flash glitter potjes hebben ze. Alleen ja, ik ben gewoon echt groot fan van deze koppertoon. Dus ja, daar neig je altijd heel snel naar op momenten dat je gewoon lekker gewoon een beetje vanuit je creabea gewoon intuïtief een beetje aan de slag gaat. Dan heb je dat toch heel snel. En wat ik toen heb gedaan is zo. Met een elementje ben ik gaan kijken van oké, ik vind het heel leuk om vanuit dit elementje dus gewoon een cirkel te maken. En dat doe ik eigenlijk gewoon met een permanente marker. Probeer ik enigszins een cirkel te maken. En op zo'n art journal pagina heb je natuurlijk gewoon iets meer ruimte. Maar ik wilde gewoon één volledige cirkel wilde ik op de tag hebben. En nou is helaas mijn permanente marker niet helemaal topje meer. En het hoeft ook niet netjes, hè? Je kunt ook een beetje slordig werken. Dat geeft voor de rest helemaal niks. Er komen van allerlei soorten elementjes. En wat ik dan eigenlijk altijd doe, is zwart. En daarna gewoon met wit eroverheen. Gewoon om lekker met dat donker en dat lichte te spelen. Ik denk dat ik nieuwe stiften moet kopen, zo te zien. En eigenlijk ga ik gewoon continu, ben ik met mijn elementen aan het spelen van waar gaat ongeveer alles naartoe. Wat ik toen heb gedaan, is niet met mijn wit, maar met mijn zwart. Heb ik toen cirkeltjes gemaakt. En eigenlijk kun je dat doen met allerlei soorten dopjes. Dit is toevallig een dopje van een moespray geweest. Ik heb haarspraydopjes, van potjes, noem het allemaal maar op. Je kunt, ja, ik vind die dopjes, dat is altijd wel multifunctioneel. En dan zorg je eigenlijk dat je een goede laag over je randje heb. En dan ga je gewoon cirkeltjes maken. En op een tag kun je niet zoveel van die grootte maken. En ik maak mijn dopje dan altijd eventjes schoon. En ik gebruik altijd van dit soort flesjes heb je ook dopjes. En daar doe ik gewoon, maak ik dan de kleine cirkels mee. Zo. En dan maak ik die ook even nog. Hop, meteen schoon. Ik ben altijd heel erg schoon en netjes op mijn werkplekje. Rommelig in al mijn materialen, want overal staat op mijn tafel van alles en nog wat.
Maar daar waar ik mee werk, dat moet wel een beetje netjes blijven. Wat ik ook heb gedaan, zijn de spetters. Maar ik ga eerst even stempelen, bedenk ik mij ineens. Ja, ik heb namelijk van All & Create heb ik een aantal stempelsetjes gebruikt. Deze is van bij Pasha BK. Ik vind haar een geweldige designer, dus ik gebruik haar ook regelmatig. En voor dit projectje heb ik de lampjes element en deze ballonnetjes met leuke tekstjes genomen. En wat ik aan deze twee zo geweldig vind, ik heb het ook al in een eerder filmpje gezegd, is dat Fiona Paltridge is ook een designer voor All & Create. En zij heeft een aantal van deze setjes. En ik gebruik deze elementjes om de cirkel gewoon op te leuken. En dan kun je met dit setje, nummer 181, kun je dus het zeg maar uitbreiden. En dat ga ik doen voor de onderkant. En dan ga ik nu als eerste eventjes de cirkels aan de binnenkant bestempelen. Want deze van Indigo Blue heeft ook hele mooie cirkelelementjes die ik wil gebruiken. Moet je natuurlijk ook, als de verpakkingen nog zo nieuw gaan, of nog zo nieuw zijn, gaat het allemaal niet zo gemakkelijk. Wat ik een mooi elementje vind is deze. En wat ik dan altijd doe, omdat ik maar gewoon een klein gedeelte wil hebben, is de rest gewoon eigenlijk weer schoonmaken. Zo. En dit is wel even een beetje een gepriegel, dat moet ik eerlijk toegeven. Want je probeert eigenlijk dit stempeltje een beetje in de cirkel te krijgen. En ik realiseer me ineens natuurlijk dat je het ook andersom kan doen. Je kan eerst deze stempel erop gooien en dan kan je deze cirkel eroverheen maken. Maar ja, dat is daar kom ik nu te laat achter. Dat is weer een goede leer voor de volgende keer. En het hoeft natuurlijk niet allemaal zo heel erg netjes. Althans, laat ik het zo zeggen. Ik probeer wel enigszins een beetje netjes te werken. Maar ik vind het heerlijk als er gewoon een soort van creatieve chaos op je tag of op je art journal page. En het op het einde maakt het allemaal, is het gewoon een soort van cohesie van elementjes. En dat vind ik dus echt het geweldige aan mixed media. Kijk, die is wel aardig goed gelukt. En dan ga ik mijn krantje erbij pakken. Want wat ik dan altijd doe is het inkt wat hier nog op zit. Ja, daar maak ik gewoon nog dat noem ik een schaduwafdruk. Hop. En dan gebruik ik ooit weer een keertje dit soort papier in een ander mixed media project. En dan wil ik nog, even kijken, hier heb je ook een mooi elementje. Dat is een open cirkel. Ik ben benieuwd of jullie al bekend zijn met de Everything Circle Challenge van van Birgit Koopsen. En ik hoop echt dat ik haar naam ook gewoon goed uitspreek. Zo.
Want ik zie echt mensen die gewoon iedere dag gewoon zoiets moois produceren. En ze zullen er ongetwijfeld kunnen. Ik weet dat, dat mensen soms gewoon echt binnen een half uurtje iets heel moois kunnen maken. Alleen ik ben gewoon echt een langzame creabea persoon. Oh, die vind ik ook wel heel erg gaaf gelukt. En ik ga gewoon niet zo snel. Dus dan vraag ik me altijd af, ben ik gewoon met 101 dingen tegelijk bezig? En ja, soms heb je wel eens die afbeeldingen op Facebook. En die zeggen van, ik heb 280 tabbladjes open. En ja, zo voelt het af en toe bij mij ook op creatief niveau. Dat ik gewoon, ik weet niet hoeveel dingen tegelijkertijd gewoon aan de hand heb op het moment dat ik aan de creabea ga. Gewoon zoveel mogelijkheden die dan door mijn hoofd heen schieten. En dan ga ik een soort van shiften. Welke ga ik gebruiken? Ik weet niet of dat bekend in de oren klinkt. Maar ja, zo werkt dat nu eenmaal bij mij. Dus en soms kan ik ook gewoon een soort van in stilte helemaal wegvallen. Gewoon omdat ik dan zo in mijn creatieve bubbel zit. Zo noem ik dat altijd. Dan val ik helemaal stil weg. En dat moet je niet doen tijdens een YouTube filmpje. Maar ja, als ik dus stil wegval, dan weet je dus... Oké, ik zit dus heel even creatief in mijn bubbeltje. Oké, ja, deze is dus niet helemaal 100% gegaan. Maar dat is niet erg. Zo. Die gaat dan weer weg. Ik ga dit doekje ook weggooien en weer even een nieuwe pakken. Zo. Nou, dan kan ik nu dus wel de spettertjes erop doen. En dat probeer ik enigszins wel subtiel te doen. Zo, een klein beetje water erbij. Dit is ook gewoon eigenlijk acrylverf wat ik gebruik. En die vind ik gewoon de beste druppeltjes, spettertjes geven. Zo, ook weer gedaan. Dat weghalen. Zo, dan ben ik goed op weg. Want ik hoop enigszins ook een uitdaging ook van mij om het filmpje rond de half uur te houden. Wat ik dan eigenlijk ga doen is dit elementje met roze en geel. Zo, dan kan die tussentijds gewoon drogen. En dan ga ik aan de slag met, oh kijk, ja, dit. Hier ga ik ongeveer die grootte en dan doe ik hier die. Maar dan wil ik met dit elementensetje, wil ik eventjes hier zo nog een beetje het uit gaan breiden. En dat vind ik dus eigenlijk gewoon de meerwaarde aan dit setje, is dat je er nog zo heel veel van jezelf in kan leggen. Gewoon qua eigen design. Je kan met de bloemetjes en de takjes, kun je gewoon eigenlijk een volledig eigen gestylede element maken.
En dat vind ik, ja, dat vind ik leuk. Daar hou ik van. Oh, zo. En je hoeft het takje niet geheel te beïnkten. Althans, ik doe dat nooit zo heel erg. Ja, dan moet je natuurlijk wel uitkijken dat je niet met je vingertjes in de inkt gaat. Zo. En dan pakken we er nog een leuk elementje bij. Ik ga nu een beetje even in snel tempo die elementjes erbij stempelen. En dan doen we er nog een blaadje bij. En dan is die voor mijn part af. Zo. Voilà. Ik denk dat inmiddels de brusje wel een algemeen bekend product is. Ik vind hem ook in vergelijking met andere producten vrij leuk geprijsd. Want per potje zijn ze ongeveer €1,95. Dat zijn de goedkoopste prijzen die ik wel voorbij heb zien komen. Dus mocht je beginnen binnen Mixed Media of aan de Crea Bea, noem het maar op. Dan is dit, denk ik, brusje wel een leuke investering. Maar waterverf, noem het maar op, dat heeft eigenlijk ook een beetje hetzelfde effect. Dus je moet maar gewoon kijken wat je in huis ook hebt. Want als je natuurlijk je tag met water spreekt en dan gewoon met waterverf aan de slag gaat. En als je een beetje een waterverf met goede pigmenten hebt, dan wil dat natuurlijk wel. Dan heb je eigenlijk hetzelfde effect. Oh, wacht even. Wat doe ik? Kijk, we proberen natuurlijk niks te verspillen. Want opdeppen kan altijd nog. Voilà. Zo. Nou, dan pak ik even mijn 3D foamies. Want dat vind ik wel ontzettend leuk om ook met een beetje dimensie te spelen. En dimensie is nog wel een uitdaging voor mij. Vooral die 3D mixed media's die ik wel eens voorbij zie komen. Die projecten vind ik echt ontzettend gaaf. Maar ja, daar ligt nog een leerproces voor mij. Dus ja. Lekker oefenen, lekker doorgaan. Want dat is natuurlijk eigenlijk met alles zo. Ja, hoe meer je oefent of hoe meer je iets met een bepaald product werkt, hoe meer ervaring je er natuurlijk in krijgt. Zo, die daar. En dan gaan we deze ook van foamies voorzien. En dat vind ik ook gewoon het geweldige aan creatief bezig zijn. Gewoon lekker met elkaar oefenen. Althans, je oefent natuurlijk vaak in je eentje. Maar dat je dat, je ervaringen ook lekker deelt met elkaar. Ik ben op Instagram te volgen onder Leontine_PM. Daar vind ik het heel erg leuk om met elkaar te babbelen. Ik zit in een aantal Facebookgroepen op Facebook uiteraard. En Mixed Media
tags en art journal is er eentje van. Ik zit ook nog wel eens bij Hobby Vision. Art bij Marleen heeft ook een hele leuke groep van creatieve mensen. All in Create. All in Create Fanatics is ook zo'n groep. Die gewoon eigenlijk met elkaar de creativiteit gewoon deelt. En wat je allemaal met producten kan doen. Dus ja, en dat vind ik wel gewoon ontzettend leuk. Oh, wat een gepriegel die dingetjes. Oh. Ik heb gewoon knakworsten voor vingers. Dus ik probeer gewoon altijd die dingetjes er zo subtiel mogelijk van af te halen. Maar je hebt er soms beleid voor nodig of geduld. Nou is geduld niet mijn allersterkste kant. Zo. Die er ook van af. Oh, serieus jongens, ga gewoon. Oh, daar is hij er al bijna van af. En daar. Adem in, adem uit. Hier worden we zen van Crea Bea. Kijk, en dan doe ik die zo. En nu realiseer ik me ineens. Kijk, we hebben nog een fantastische stempel van bij Pasha. En die ga ik alsnog gewoon gebruiken. Alleen ik moet heel even kijken hoe ik die ga verwerken. Ja. Dat is als je wel eens wat na wil maken in een video. Dat je wel eens een stapje vergeet. Wat je eigenlijk in je creatieve proces ga je gewoon aan de slag en dan zie je wel waar je eindigt. En als je dan iets na wil maken, moet je echt gaan nadenken bij al je stapjes. En ja, dat is voor mij nog ook een uitdaging. Maar ik vond het gewoon enorm leuk om jullie mee te nemen in ja, hoe die pagina gewoon tot stand is gekomen en wat voor producten ik ervoor had gebruikt. En nou, noem het allemaal maar op. Kijk, tada. En wat ik dus. Oh. Buiten die camera om is gewoon mijn hele tafel volgebouwd met allerlei spulletjes. Dus ik stoot hier en daar nog wel eens tegen dingetjes aan. Maar wat ik hier dus zie is inderdaad. We kunnen misschien niet de stempel in één keer plaatsen, maar misschien wel in gedeeltes. Zo. Voilà. Toch gelukt. En het enige wat mij dan nog rest is deze twee. En dan zijn we klaar. Waar is mijn geel? Daar is mijn geel. En dan doe ik er nog een beetje oranje doorheen. Hop. Zo. Ga ik ze nog even droogfeunen. Ik vind ze droog genoeg. En dan gaan we met een beetje lijm.
Zo. Zo, dat er ook. Het is de tacky glue. Die moet altijd eventjes drogen. En dan ben ik bijna gewoon zover. Het enige wat mij dan nog rest, is wat ik altijd met hele felle kleuren goed vind en heel mooi vind om te doen. Is om gewoon het in te kaderen door het randje gewoon zwart te maken. Ik hoop niet dat de tafel al te veel begint te trillen. Want de camera die hangt ergens van af. Ja, ik had beter even kunnen doen voordat ik dat elementje opplakte. We noemen het maar een creatief oepsje. Het is niet anders. Zo. Dat heb je als je een beetje goed stempelkarton of stempelpapier hebt. Dat kan gelukkig wel tegen een stootje. Zo. Nou, dan zijn we zover. Even mijn spulletjes opruimen. Dan ga ik hem afronden. En dan hoop ik ook dat ik dit keer een beetje goed in beeld ben gebleven. Want de camera reikt maar tot ergens halverwege mijn pleat. En dit is hem dan geworden. En ik hoop dat je hem gewoon goed meekrijgt. Oh. Dit is hem dan. En ik denk dat ik hem gewoon op ga sturen. Dat ik iemand ermee blij ga maken. Want ik vind het, ja, zoals ik het zelf, gewoon een leuke tag geworden. En het is geïnspireerd op de alle creatieve inzendingen waarvan ik heb mee mogen genieten. Van de Everything Circle Challenge van Birgit Koopsen. Daar heb ik mijn art journal page op gemaakt. En omdat ik daar graag voor jullie een YouTube filmpje voor wilde maken, heb ik daar ook een tag van gemaakt. Ik heb op beide geen sentiment gedaan. Geen leuke quote of zo. Ik wilde hem gewoon eigenlijk gewoon lekker open houden daarin. Nogmaals, wil je me volgen op Instagram? Leontine_PM. En dan ga ik er gewoon afscheid van jullie nemen. Ik hoop dat jullie er plezier van hebben gehad. Geef een duimpje omhoog. Als jullie het leuk hebben gevonden, laat een berichtje in de opmerkingen achter. Als je nog tips hebt, als je nog tricks hebt, leuke spulletjes waar ik eventueel naar moet kijken. Altijd leuk om ervaringen en tips uit te wisselen. Dus voor nu zeg ik dag allemaal, tot de volgende keer!